Wat is die angst voor tanners, hè? Het is eigenlijk ook gek, want je heet dat door die bril twee van die ogen. Ja, is ja, dus het de altijd zo. Okay, nee, maar. Op een gegeven moment had ik last van een gaatje. Ik dacht ja, nou, ik ga gewoon op de andere kant bijten. En zeg je, ja, tand is zwart. Dus ik denk, tand is zwart. Wat geeft jou op dit moment stress? Dit spel. Nee, geen. Je kan hem kopen trouwens. Nee, um, wat geeft op dit moment stress? Ja. Ja, ja, ja. De c-mol, mol toch? Uh, angsten aangaan met de auto. Uh, dat? En uh, tandartsafspraken. Ja? Nee, maar ik dacht ik, gooi hem er even in. Nou, ben je er helemaal niet gespannen voor de geloof, ik niet? Nee, ik. Ik ja, heb een ben... angst voor de tand. Ja, weet je wat het is? Het is een controleafspraak. Ik weet dat ik graagjes heb, maar ik weet dat ze nog niet gelijk gaat vullen. Nou ja, dat vullen, ik denk dat ze gelijk aankomt met een goede filmmachine. Nee, maar in de auto, dat geeft me wel echt stress de laatste tijd omdat ik het heel graag ja. goed wil doen. Mm. En ik merk wat ik heel vervelend vind en dat had ik dus eerst niet met mijn rijlessen uh, en zo. Is dat ik heel erg last heb van dat iemand achter me zit en dat ik dan het idee heb van ik moet nu haasten. Dat ik, daar krijg ik eigenlijk heel erg gespannen mm -hmm. gevoel van. Dus ja. dat met alle angstklachten die ik sowieso voel, maakt het wel wat lastiger. Het kan wel zijn dat als dit online komt dat ik het al iets Beter in zit. Laten we, er, laten we het in ieder geval hopen. Mm -hmm. Anders voeg ik nu even een klein stukje toe uh, aan deze video. Ja, wat dan? Ja, hoe het nu gaat. Oh, Oké, okay. ja, dat is wel leuk. Ja. Maar goed, dus dat is een beetje uh, wat mijn uh, stress geeft En jij. Dit geeft me heel veel stress. Wat De dit geluiden hier om me heen. Hoezo? De omgevingsgeluiden. Ja, joh, nee klopt. hoor, nee geintje. Um, wat mij heel veel stress geeft op dit moment is mijn uh, al die uh, tandartsgedoe ja dus wel bij jou echt tandarts hè ja ik ben eigenlijk vanuit angst en ik, ik weet dat dit een, een trigger iets is voor mensen tandartsen is dat zo ja heel veel mensen echt bang voor de tandarts. ja ik weet het ja. ik ben vanuit angst eigenlijk twee jaar meer dan twee jaar niet gegaan hè ik dacht dat jij geen angst ervoor voor had joh nou ik heb nu al ingezien dat ik echt angst heb toch wel okay. ja elke keer als ik, als ik nu iets gedaan moet hebben dan denk ik aan die ene keer dat het zo uh, angstaanjagend was voor me. En ik zal maar even niet in detail treden... want ik weet uh, dat het niet fijn is om te horen als je angstig bent. Maar um, ja, ik heb gewoon angst. En dus ik ben heel lang niet gegaan. En uiteindelijk heb ik uh, uh, een tandarts gevonden... En, um, die heel, uh, en toen moesten is. nou toen had ik een tandarts gevonden, want mijn tandarts ging er ook mee stoppen, dus toen ben ik twee jaar niet geweest. Toen had ik een andere tandarts gevonden en toen lachte en die stuur, oké, okay, die moet eruit, die moet eruit, dat moet eruit, dit moet anders, dat en zo. En Het toen moest ik, zelfs aan de bot geschaafd worden. Nee, dat was die andere tandarts. Oh, dat was andere tandarts. En daar schrok ik dus heel erg van. En dus toen ben ik na de eerste intake dacht ik van: nee. Gaan oh, dat we te wist ver. ik helemaal niet. Ik dacht dat jij. Uh... Ik schrok heel erg van oh, dat al dan... die kiezen er weer uit moesten. Oké. Okay. Ja, en uh, terwijl. Um, uh, ja, dat tegen mij anders verteld was door mijn tantes, Maar dat bleed dus niet zo'n hele goede tandarts. Okay. Geweest. Nou ja, goed. Daar, daar heb ik mijn twijfels ook nog bij. Uh, en nu zit ik dus bij een tandarts die ook hetzelfde tegen me zei. Yes. Maar omdat ik last had, dacht ik: ja, nu moet ik wel gewoon. Ja, oké. Okay, oh, ja Dus die dingen die hij zei, dat klopte wel dus? Ja, uiteindelijk twee tantes hebben tegen me gezegd dat alle verstandskies alsnog eruit moeten. Hm. Terwijl mijn vorige tante altijd zei, als die gewoon goed doorkomt en je hebt er verder geen last van, en, en dan, dan mag je het gewoon laten zitten. Nou, op die manier. Oké, okay, ja. Ik heb uh, nog geen enkele verstandskies hoeven trekken. Zo. Heb je überhaupt wel eens wat moeten trekken? Uh, nou, weet ik niet. Nee. Niet die ene die... Uh... Nee, die is gewoon afgeslepen en daar is gewoon een kroon op gezet. Dus jij weet helemaal niet hoe dat is, eigenlijk. Ik weet helemaal niet hoe dat is. Oké, okay, wat grappig. Moeten we het niet gewoon over de tandarts hebben? Nee, we gingen het hebben over. Oh ja, het onderwerp hadden we al. Bepaald. Ja, maar gaan we gaan het over de tandarts hebben. Oké. Okay. Ja. Maar is dat niet een heel uh, eng uh, onderwerp? Ja, maar dat is misschien wel wijzen? goed, toch? A ja, nou ja, goed. Ze kunnen, aan de titel en de hebben ze al gezien dat het over de tandarts gaat, dus. Oké, okay, nou ja, goed. <laughs> nee, ja, we hadden eigenlijk een heel ander onderwerp, maar daar laten we een andere keer ja. wel over praten. kan ja. altijd nog. Maar nee, ik ben uh, nooit echt heel angstig geweest voor de tandarts. Nee, ik, uh, nee, ik had ook bijna nooit wel, had ik nooit een gaatje of nooit uh, echt problemen. Maar als jij heel erg lang teruggaat, je had toch best wel een gebit waar uh, wel dingen aan gebeurden. Oh ja, worden. ik had wel echt uh, een uh, schotse scheef gebit inderdaad. Ja. Dat, uh, dat is toen toen heb ik inderdaad een beugel. Uh, Gekregen, want de orthodontist op de tand daar is veel die had tegen mijn maag gezegd: ja, als je dat niet doet, is het kindermishandeling of zo. Ja? Zo scheef was het dat oh, nooit. Uh, ik had ook allemaal dubbele tanden omdat het er niet uit was gegaan. Zeg maar die melktanden, ja, ja. dus uh, er is heel wat getrokken, heel wat geschoven. En maar dan, dan zou je zeggen dat je dat ja, maar je het ging toen allemaal al angst. goed. Ja, precies. Oké, okay. ik vond het wel eng, maar het ging allemaal goed. Het werd allemaal uh, uh, netjes getrokken en netjes uh, die beugel deed wel zeer hoor. Uh, maar ja, het is uiteindelijk allemaal goed gegaan. Tot op een uh, dag dat ik een stanskies eruit moet la laten halen. En toen was er dus van tevoren geen foto gemaakt. Trigger warning. Trigger warning, spoel even door. Toen was er van tevoren geen foto gemaakt. En toen was die tandarts dus als een uh, maloot aan het trekken. Uh, en hij kwam er maar niet uit. En dat deed zeer. En hij ging er wel bij verdoven. Mm. Want het was blijkbaar ook ontstoken... En toen kwam hij dus achter dat een hele haak aan de wortel zat. Dus die zat dus vast gehaakt in. Ja, je... dus de, de manier waarop hij hem eruit aan het trekken was, was gewoon. Die, ja, dat, dat werkte gewoon niet. Mm -hmm. Dus ik heb uh, nou, hem nooit geholpen bij de tandarts. Maar toen. Sprongen de tranen echt in mijn ogen. Ik denk, het is niet uit te houden. Maar dit was niet die ene keer dat hij on, ontstoken was, of wel? Ja, dat is ook, die was ook ontstoken. Zei dit was hij. De on, degene waar je dus eigenlijk. Ja, ontstoken en een ja. haak eraan. Yo. En uiteindelijk had hij hem dus uh, daaruit. Toen dus zei hij van ja, ik moet bepaalde manier draaien, want er zit een hele haak aan die uh, wortel en nou ik heb echt angst uitgestaan maar dat had dus wel voorkomen kunnen worden als hij wel een foto had gemaakt ik denk het wel ja maar dat was natuurlijk best wel prijzig en ik denk dat hij ook dacht van dat het allemaal wel gewoon recht zat recht toe recht aan was dat hij dacht ja dus en ik had waarschijnlijk ook al foto's van foto's van daarvoor ik weet eigenlijk niet hoe dat precies gegaan is maar ja ik denk dat je het wel had kunnen zien wat is die angst voor tanners, hè want ik heb dat ook maar dat is toch vaak de angst voor pijn ik denk het wel, ja. Ja, ja of, of er is gewoon in het verleden wat verkeerd gegaan, zoals bij mij. Want ik heb met dingen die echt moeten, dus bijvoorbeeld een tand eruit of um, een gaatje gevuld, dan heb ik niet zoveel veel moeite met uh, de, de, de angst voor de pijn, omdat ik gewoon weet het moet. Mm -hmm. Dus ik ga er gewoon doorheen. Binnen zoveel tijd is het over. Mm. Maar ik heb nu dat ik gewoon angstig raak van die ervaring. Die, die speelt ze dan in mijn hoofd weer af. En dan ben ik bang dat het weer zo'n mortelgang wordt. Ja, je, bent, je bent bang voor de angst. Voor de, voor, de, voor de pijn die er al gaat komen. Terwijl dat hoeft helemaal niet zo te zijn dat die pijn überhaupt gaat komen. Maar ja. Ja, jij precies. bent weer heel anders. Want jij hebt uiteindelijk niks heel erg dramatisch ervaren. Toch op het gebied van. Uh... Nee, kijk, dus ik. Uh... Ik ben nooit fan van de tandarts geweest. Zou je niet, uh, zou je niet zeggen, maar uh, ben Hoezo ik Hoezo zou je dat niet zeggen? Nee, weet ik niet. <laughs> uh, nee, omdat ik overal te heb. Ik denk misschien dat je met zo'n grote shiny tanden zit of zo. Nee, ik, uh, ik, nee, ik heb wel echt veel uh, uh, last van angsten met de tandarts. Maar eigenlijk is die bij mij nooit gegrond geweest. Omdat er bij mij nog nooit echt iets heel pijnlijks is voorgevallen. Maar meer de, de, het gedachte dat er pijn zou kunnen komen... maakt het mij uh, dat ik het eng vind. En ik ben bang dat... Uh, ja ik weet het niet dat het pijn gaat doen eigenlijk vooral ja. dus, ook het onverwassen misschien ja dus die dat kan je kan verwachten weet, hoeveel ik, pijn het ik kan niet goed doet. voorspellen en zien ja. wat er nou gaat gebeuren mm -hmm. en vaak vind ik het altijd wel meevallen ook qua pijn en dat soort dingen ja. uh, behalve toen trouwens die uh, met prikken vond ik namelijk ook altijd lastig ja. behalve in die hiel dat vond ik wel echt pijnlijk ja. uh, maar in mijn tanden ja, daar voel je eigenlijk nooit echt wat van nee nooit Terwijl, zo wel wel de, de angst en de en, en de adrenaline komen wel ja. Want ik denk, van oh kut, ik ga mijn tanden moeten. Nou goed, dus ik heb daar een leuk verhaal over. Want okay. ik uh, als kind nou, had ik nooit echt iets, geen tandsteen, niks. Mijn was... tandsteen, dat is bijna als kind, nee, nooit. Maar je werd kind gewoon wel. schoongemaakt door de tandarts. Dat deden ze toen in die tijd nog. Schoongemaakt in de tandarts. Ja, tandartsen waren ooit ook mondhygiënisten, snap ik. Maar ze, ik heb nooit uh, dat we later behandeling schoon. Nee. Nee. Op latere uh, leeftijd pas echt zo. Als kind toen... ga je naar de tandarts hoor. Snap ik, ben ik ook geweest. Maar dan was is alleen het controle kijken, tik, tik, tik. Ja? ook weg. Echt? Ja. Ik zat even twee minuten in de stoel. Maar tandsteen, dat is toch gewoon. Ja, dat is wel vast. Ik kreeg op tandsteenbehandelingen pas. Uh, toen ik 18 of 19. Negentien... Nee, 20 denk ik, de eerste keer dat ik dat oh, nee, heb gekregen. Ja, bizar. Bij mij was het uh, als kind ook al een keer. Ja, maar misschien omdat jij een beugel ook had of zo, dat daar dan meer tandsteen ontwikkelt. Nee, nou goed, maakt niet ja. zoveel uit. Ik kreeg in ieder geval geen tandsteen-dingen. Uh, dat kreeg mijn ma altijd al. vader je nooit Werd ook nee, echt pas toen ik ouder werd. Een, een verwonderlijke iets. Maar goed, mijn ma had dus altijd alleen maar tandsteen-problemen. Uh, mijn vader, die heb echt een gebit, uh, die is er gewoon een keer mee gerotsooid door een, een volgens mij iemand die niet zijn echte tandarts was, maar meer een noodtandarts. En die had er allemaal fouten mee gemaakt, waardoor die allemaal problemen in zijn, in zijn Jeetje, uh, ja. tanden kreeg. Want soms kan het dus heel snel ineens ontstaan dat. Nou goed, ik weet niet precies hoe dat zat, uh, dus. Uh, Ah, correct me if I'm wrong, um, maar die heeft niet het beste gebit in dat opzicht. Um, en ik op een gegeven moment had ik last van een gaatje en daar had ik ook wel last van. Ik voelde het ook nee. met bijten. En ik denk dat dat een jaar of twee jaar voordat mijn ma overleden was, <coughs> overleden was. En um, ik dacht: ja, nou goed, ik ga gewoon op de andere kant bijten. <laughs> Gaat wel weg, ja, dat dacht ik. En op een gegeven moment, voor mij was mijn ma toen al overleden en ik ik lacht een keer. Ergens heel erg hard uh, over. En een vriend zat naast me, we zaten bij hem op de bank, en hij zegt: Je ja, tand is zwart. Dus ik denk: Tand is zwart. Ik ging in de, in de spiegel kijken, ik weet nog goed, keek zo. En dat was inderdaad: Deze tand die hier zit, is helemaal zwart geworden. Goh, wat eng. Ja. Had ik dus uh, het laten wegrotten, mm. waardoor ik ook een wortelkanaalbehandeling moest hebben. Ja. Dus ik ging naar de tandarts toe, die zei: Ja, ik moet een wortelkanaalbehandeling doen en ik moet het ook nu gelijk al gaan doen, volgens mij. En dan ga ik een noodvulling of een noodkroon erop zetten, want dit is echt niet goed. Nee. Dus hij heeft hij dat gelijk gedaan? En ik hoorde natuurlijk altijd dat mensen, hey, helemaal, uh, ik een yeah. dat het ergste wat je kan mm -hmm. hebben, dit, dat, zo, zo. Ik was helemaal ontstoken, maar hij heeft me verdoofd en ik heb niks gevoeld. Oh, wat fijn. Uh, ik, hoorde, ik hoorde alleen dat draagetje mm -hmm. en dat soort dingen hoorde ik wel, maar ik heb er niks van gevoeld. En hij heeft heel netjes volgens mij ook al die zenuwen doodgemaakt en zo, zodat, zodat ik daar ook daar niks meer ging voelen. En uh, heeft hij dus inderdaad een kroon erop gezet en die kroon heb ik al sinds mijn 21ste. Dus Dat is een noodkroon. Al, nee, Dat is wel dus echt een kroon, ja. Oh, ja. Kosten echt duizend geld. Want voor mij was het 1200, Sturen, euro, 1200 ja. euro bij elkaar ja. een hele behandeling. Als ja, ik al ik er gewoon een gat in mijn mond gehad had, op ja, 21 En, en, en er al op goede plek ook dan zeg maar. Ja, en zou je zeggen, heb je daarvan geleerd? Nee. <laughs> nee, heb ik niet van geleerd, want. <laughs> is een les, maar goed. Uh, het zou een les zijn. Nou, ik moet zeggen, als ik echt niet op iets had kunnen bijten, dan had ik echt wel naar de tandarts gegaan. Yeah. Maar ik moet zeggen, de, sinds Covid. Uh, was ik wel weer angstiger van tandarts geworden, mm. want ik had, ik heb twee gaatjes al twee jaar, drie jaar nu eigenlijk, en die moesten begin coronatijd, of vier, nee drie jaar uh, moesten begin corona moesten die een beetje uh, eigenlijk uh, gepoetst worden, laat het zo gepoetst, zeggen, ja. Ja. Uh, En mijn tandarts die ik toen had uh, echt vriendelijk vond, uh, ik heb er nooit last van gehad, maar toch ergens ben ik altijd bang dat er toch weer uh, pijn bij gaat yeah. komen, dus. Ik heb nu een gaatje aan de zijkant van, een, van mijn achterste kies bovenin. En ik heb nog ergens hier een gaatje, volgens mij. Maar tot nu toe nog niet gedaan. Hij is nog niet uh, mm -hmm. ja, ja. gedaan. Hoe moet ik dat zeggen? Zo toch? Ja. Gevuld. Gevuld, inderdaad. Um, ik heb er ook weinig last van gehad, heel eerlijk gezegd. Nou, weet je wat het is? Iedereen heeft wel eens pijntjes en uh, nee. ongemakken aan het gevoel. Ja, dus dat betekent de, niet altijd iets, natuurlijk. Nee, maar de, de tandarts had wel uh, gezegd, deze moeten wel echt gevuld worden. Ja, oké, okay. maar zeggen ze wel jaar vaker jaar en, en soms voelt het ook, gaat het zelf ook weg, hè? Dat klopt, want ik had dus ook een... Dat vond ik wel fascinerend. En toen zei ik van, ja, maar ik heb hier wel... Uh, dat was een keer daarvoor of zo. Ik zeg, ja, dit zou wel een gaatje moeten zijn, toch? Ik zeg, het is zwart. Hij zegt, ja, dat is omdat je tand het zelf heeft geheeld. Daarom ziet het er zwart uit. Mm. Maar heb je er last van? Ik zeg, nee, dan hoef ik het niet te vullen, want ik zie nog niet echt een gaatje daar. Oké. Okay. Dat is gewoon weer geheeld door je Ja, kant. dus het kan wel vanzelf gaan, dus kan het is wel. niet... Uh, ja. ja precies en goed poetsen en ik doe sinds kort doen wij ook uh, tanden stoken Nou, dat we... doen we wel echt een goede tijd hoor ja, ik ga nu naar uh... twee jaar of een jaar dan misschien al ik denk ja ik denk dat ik dat ben gaan doen sinds dat uh, die nieuwe tandarts. ja dus wij hadden altijd alle, allebei last van uh, uh, rood hoenen dat uh, ja ons ontstoken, uh, ontstoken tandvlees ja. overigens ik stook er nu als een uh, rek en nog steeds wordt er tegen mij gezegd dat het ontstoken is. Ja? ja, dan minder ontstoken. Dus ik denk, uh, ja, ja, soms doe je alles al wat nodig is. En, en men, sommige mensen hebben nou, ja, zwakkere gebitten. En nee. ze zeggen uh, dat dat niet waar is. Mm. Dat je niet zoiets hebt als een zwak gebit maar ik denk ja waarom heeft de één dan ja, met precies. dezelfde routine meer ja misschien ook eetgedrag. kan ook, hè niet ja kan zeker veel um, bijvoorbeeld frisdranken of thee of koffie dat kan natuurlijk ook niet altijd uh... ja ik had toen dat jaar dat ik bijvoorbeeld toen weer ik was toen jaren niet naar de tandarts geweest toen ging ik weer en toen was ik net in dat nee daarvoor ging ik al een keer toen ging het toen toen had hij wel wat gaatjes en dan had hij een, een, twee gaatjes volgens mij gevuld nou dat is gedaan een paar jaar later, toen ging ik heel erg clean eten. Op een gegeven moment ging mm. ik geen suiker meer eten en dat soort dingen. Omdat ik met die angsten zat. Ja. En toen ging ik naar de tand. Toen zei hij: Zo, dat ziet er goed uit. Echt? Ja. Toen had ik Grappig. echt weinig. Hij zegt: Nou, ik moet een klein beetje tand, nemen, maar voor de rest uh, perfect. Wat je doet, moet je blijven doordoen. Heb ik niet gedaan. Ik ben uiteindelijk vetgezellig gezellig eet, uh, gaan <laughs> maken. Maar goed, ja. uh, ik zag wel dus inderdaad... doordat ik minder suiker en zo... en ik, op een gegeven moment dronk ik ook geen frisdranken meer... en dat soort dingen. Ja, dan ga je tanden... die vinden dat echt fijn, denk ja. ik. Want hij, ik had niks tegen hem gezegd ook. Ja. Hij zei het zelf. Hij zei, oh, het ziet er echt netjes uit. Dat is grappig, joh. Ja. Maar ja, goed, ik moet dus vrijdag voor een intake. Want ik zou naar jouw tandarts gaan, maar dat mm. duurde zo lang. Die hebben zulke wachtrijen dat ik dacht van... ik ga toch even ergens anders kijken. En hier vlakbij zit een tandarts die uh, vrij snel reageerde... toen ik had uh, ja. uh, een berichtje gestuurd. En uh, ja, vrijdag gaan we kijken. Ik uh, ben benieuwd. Ik, ik gok op vijf uh, gaatjes. Zo, je zit hoog in. Ja, maar ja, ik ben al een paar jaar niet geweest en ik ja, maak allemaal voedsel. ja. Ja, dat eetpatroon, dat helpt me natuurlijk ook niet echt mee aan, uh, aan een gezond gebit uiteindelijk. Nee, dat uh, is wat ik allemaal voor, voor, voor de kijker doe. Hè? Ja. Ik maak mijn gebit gewoon kapot voor jullie. Ah, geweldig. Doe ik ja. zelf natuurlijk. Misschien kun je zo'n live uh, stream van je tanden doen, dat je elke dag een foto neemt, en dat je het dan helemaal ziet uh, vergaan. <laughs> maar goed, tandarts. Ja, ja, wat kan je er nog meer mee zeggen? Ik vind het ook heel. <laughs> ja, tandarts, daar kan je er nog meer bij zeggen. Ja, hè? ik vind ja. het ook gewoon heel lastig dat je eigenlijk zelf gewoon uh, geen verstand hebt van uh, tandartsen. En nee, dat ze allemaal ik... uitvoeren. Ja. Dus ja. in hoeverre kan je checken wat nodig is of echt nodig is. Weet je, dan zou je altijd een second opin moeten aanvragen. Ja, ik vind het dus altijd lastig, omdat die tandartsen... Uh, zeker die tandarts waar jij zit, is een groot pand, veel personeel en dat soort dingen. Ja. Ik denk ook van ja, als wij geen last hebben van onze tanden. Of, uh, of uh, geen gaatjes en dat soort dingen hebben, hoe krijg jij dan betaald? Ik weet dat ik dat niet mag denken. Ik weet ook ja. dat ik denk. de, de hmm. zullen echt wel uh, uh, zo uh, zijn dat ze, uh, hoe noem je dat? Uh, uh, ethisch zijn. Maar ik geloof echt in elke branche. Ik zeg niet dat jouw tandarts trouwens dat is. Maar in elke branche zitten er wel natuurlijk ook klerenlaaiers die gewoon geld willen. Ja. En bij zoiets als een tandarts is dat wel erg lastig. Weet je, man, je ja. hebt geen verstand. Net als ja. met een auto. Ja. Heb je geen verstand van? Nee. De, hartsen. Heb je geen verstand van? Hartsen. Uh, Hartse? Dus dat ze pillen voorschrijven en zo. Oh, ja. Uh, 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 tandartsen, geen verstand van. Nee, maar, ja, maar je kan kwalijk overal in gaan doen. Ja, maar de ene tandarts die zegt bijvoorbeeld... ja, als je niks voelt, ga ik niks eraan doen. En de andere die zegt van... ja, ik zie een klein gaatje ontstaan, moet ik toch wel wat aan doen? Welkom in je nou, vertrouwen Heel veel tandartsen werken eigenlijk preventief. Ja, dus als ze al iets van een aanleiding zien naar iets dan willen ze het eigenlijk wel oplossen ja. zodat het niet erger gaat worden. Maar is dat omdat ze het inderdaad niet erger willen maken of is het omdat ze denken van ik moet aan het einde van de maand toch nog een huur betalen? Ja, dat zou je nooit achterkomen, schat. Af. Ik denk dat je je eigenlijk wel op je intuïtie mag afgaan, ja, maar. Is ook zo. maar intuïtie wordt dan wel gewoon omdat ik er zelf geen verstand van heb, vind ik het lastig om ja. in te schatten, weet je, want ik heb al vaak gevoel bijvoorbeeld bij mijn tantes dat ik zoveel uh, uh, zoveelste foto's moet maken. En dat ik denk, weer foto's? Kun je niet met uh, huidige foto's vooruit? Nee, maar dat verandert natuurlijk wel. Kijk, ik snap het ergens wel. Het verandert elke maand, wil je zeggen. Oh, elke nee, half jaar. El nee, ja, ze willen ik heb nu al twee keer foto's gemaakt. Ja, echt? Bij hun? In de tijd dat ik daar zit. Hoe lang zit ik daar nu? Een, Een jaar? Ja, dat vind ik wel veel. Nu is er voor een derde keer weer een foto maken. He, maar dat, dat is wel raar, want ik dacht dat foto's één keer per jaar. Ja, dus moest. kijk, dan heb ik een staak daar. als was een uh, ik me echt een schaap gewoon. <hijf> Staakte die gang en dat aan te luisteren. En dan word je nog net niet die machine heen geduwd. Ja. Van gaan we weer een beetje met een uh, foto's maken. En dan uh, weet ik gewoon niet wat me overkomt. En dan gaat het allemaal te snel, te rap op elkaar. En dan wil ik eigenlijk zeggen: van ho, ik moet eerst even na gaan denken. Ben heel benieuwd wat jullie ervaringen zijn met het anders. Heb jij ook wel eens het idee dat je denkt van, hm, ik weet het niet, of ga je er dan tegen in, of? Of, of laat je het zo en denk je van nou laat maar je hebt er verstand van of zij ja. heeft er verstand van? Ja, het ergste vind ik dan nog als ik dan die, die hele mikmak achter de rug heb en ik kom de wachtkamer in en ik zie jou zitten en jij dan gaat zeggen weer foto's weer dit was er weer wat mis. Ja, nee. <laughs> en dan voel ik helemaal zo van oh nee nee ik heb allemaal ik geef ja. nu allemaal geld uit dat eigenlijk niet nodig is. Nou ja, ja kijk ja, ik vind dat gewoon lastig in het schat. Ik weet het niet maar gisteren was het wel zo toen was je bij de tandarts geweest en toen dacht ik wel van uh, hoe ja, ah, jij was gechoqueerd. want ik was echt tans, gechoqueerd. Er was tandsteen weggehaald en, en het leek net alsof ik, ik kiezelsteentarntjes onderaan had Het leek net alsof ze al vast uh, als... voorbereiden voor ja, de, voor de facings. <laughs> ja, en ik ja, was maar... zo, uh, zo angstig geworden, want ik dacht echt, heeft ze nou echt mijn tanden lopen slijpen? Ja, het zag er echt wel heel heftig uit, ik moet je echt eerlijk zeggen. Ja. Ik, vond ik vond het echt... ook eng hoor, toen ik er in het keek, zat. zat echt aan dacht. Ik wat de fuck is hier gebeurd? Dit zijn dus blijkbaar mijn tanden zonder tandsteen. Ja, maar... Ja, maar... Ik heb dat nog nooit zo ik. gezien. Ik denk zo echt, heb ik het nog nooit gezien. Ik denk echt dat ze te veel gebikt heeft. Dat kan denk ik, dat? Uh, dat, ja, dat weet ik dus niet. Of dat kan met hard, mensen die ja. tandarts zijn en dit kijken, graag reactie. Kan je te veel bikken op de ja, Waardoor het lijkt alsof, alsof de tand weg is. Of waar, nee, ik ga het niet meer laten zien aan jou, want jij maakt me heel bang. <laughs> Nee, ja, ik wilde je niet bang maken. Maar jij, wilde maar, jij wilde gewoon dat ik terug naar de, de balie ging, om dan te vragen: hebben jullie mijn tanden afgeslepen? Dat wilde je. Nee, dat heb je ook niet gezegd. Jawel, je zei: van nou, je moet er eigenlijk terug. Je moet er eigenlijk vragen, want het is niet normaal. Ja. Nou, <laughs> en dan allemaal terwijl ik daar een veertig minuten in die stoel lig. Hè. Maar deze tandarts heeft wel vijf sterren. Nou ja, dat is dus het vreemde. Ik, ik zeg tegen jou: raar. moet ik dan eerst de slechte review zijn, omdat ik er een slecht gevoel over heb? Nou, kijk, weet je wat wel zo is? Je kan daar echt. Ik ben al ik ben, ik was al twee maanden bezig om daar überhaupt een intake te krijgen. Ja. Ik snap niet dat er niet mensen zijn die daar al een review over laten van je kan niet eens. Nou ja, kijk, het is wel. Die wachttijden zijn gewoon ontzettend lang in onze uh, omgeving. Waar ik nu heen ga, ja, okay, controle. Maar ik moet er bijvoorbeeld, de kies moet eruit. En dat moet nou ja. er allemaal uh, chirurgisch gebeuren, want die moet uitgesneden worden. Vertel eens uh, over je kies. Wat is met je kies? Hij zei, kijk. Het We gaan af op de, op de, op de, op de tandarts. Het, het, het allermoeilijkste bij die praktijk, vind ik, is dat ze heel uh, beperkt Nederlands, Nederlands, Nederlands spreken. Ja. Omdat uh, ze komen volgens mij uit New York of zo. Nee, ze komen uit het uh, Oosten, toch? Ze Oosten hebben een Europa. studie gehad in New York. Maar ze goed Engels kunnen. Maar ik, zeggen, dat goed, maar dat maar ik vind dat Engels ook niet heel sterk. En ik vind dan moeite met. Uh, kijk, ik heb sowieso heel moeite met mensen begrijpen als er dat soort dingen uitgelegd worden aan mij. Want ja. dat, dat duurt allemaal even iets langer voordat ik het. Um, Um, ik heb met die mondhygiënist ook al wil je het alsjeblieft nog een keer halen en dat was dan de derde keer al het ging ze heel rustig het weer herhalen. en toen snapte ik het beter mm. maar dat lukt gewoon niet met die tandartsen tantarts. eigenlijk dan zijn er meer no. uh, je hebt elke, elke week heb je een uh, nieuwe die daar uh, dienst uit maakt niet right? <laughs> elke keer als ik een behandeling heb zie ik weer iemand nieuws maar um, dus de communicatie is voor mij gewoon zo onduidelijk dat ik daar vaak gewoon nog meer in de war weggaan dan dat ik eraan kwam. Ja. En hij had dus een, uh, vorig jaar tegen mij gezegd: Ja, die moet er echt uit. Um, uh, je kunt een afspraak maken en die ander moet er ook uit. En er moet nog iets gebeuren. Er moesten drie dingen gebeuren. Ja. Er Moest ook nog een stuk bot weggeslepen worden. Want ik kon het niet goed schoonmaken. Dat was dan het verhaal. Ja. Dus, en twee verstands kiezen. Dus uh, ik zag die rekening vormen. En ik dacht van: Nou, dat gaat een herstel van weet ik veel wat worden. Voor uh, aan je portemonnee. Twee verstands bedoel je? kiezen. Bedoel je een herstel aan je portemonnee? Of een herstel aan je, aan je gebit? Aan uh, mijn gebit. Ik denk, dat vind ik wel heel intens. Doe het maar gewoon in etappes. Want ik heb toch al de tijd van de wereld. Niks doet pijn. Mm. Dus. Um, ik één Verstandskies eruit laten halen en dat botslijpen. Ik denk, nou, ik ga het eerst wel echt proberen goed schoon te houden. Mm. En nou, daar heb ik ook geen last meer van gehad. En um, toen opeens... Uh, het klinkt dus zo heftig, hè? Botslijpen. Ja, maar zij zei dat dat het, het meest pijnloze was van de hele operatie. Oh, oké. Okay. Ja. En um, nou ja, toen ging het dus zo dat ik wel een beetje last begon te krijgen aan de Verstandskies. Toen kwam ik daar weer op uh, visite. Voor een uh, controle. Yeah. En toen zei ik van ja, ik denk er dan toch over aan om die dan ook eruit te halen. Um, want hij was uh, inmiddels doorgekomen, toch? Want hij was in inmiddels doorgekomen en ik had er toch best wel wat last van. Uh, dus hij zegt tegen mij, ja, liever vandaag of morgen. Hij moet er echt zo snel mogelijk uit. Want hij gaat je uh, tegen het bot aan uh, duwen, en tegen je andere tanden, uh, eruit. Uiteindelijk eruit, eruit. doen. We. Ja, Dus ik liep daar de, 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 de kamer uit. Um, enigszins in de war. En ik denk, ik moet een afspraak maken om het eruit te halen. Maar ik was angstig, dus ik denk, oké, okay, ik ga bellen. Ja. Ik ga er wel voor bellen. Dus ik liep daar de zaak uit en uh, een paar dagen later... belde ik er toch maar voor. Ja. De angst overkomen, ik ga het gewoon doen. Ja. Dus ik bellen en... Uh, ja, mooi even kijken. En uh, in de agenda, oké, okay, over uh, drie maanden. Ja, was 24 april. Over drie maanden kan hij eruit. Ja. Dus ik zeg, maar er werd tegen mij gezegd, zo snel mogelijk... Ja kan beter vandaag of morgen. Maar toen ging ze uitleggen dat hij een bepaalde assistent nodig had. Ja. Maar dan dacht ik van dit is een beetje raar dat je dat. Ja, maar dat. Uh, nou ja, ik heb te horen gekregen van. betrouwbare uh... bron. <laughs> We betrouwbare wond dat tandarts altijd eigen assistenten hebben die ze graag... Als ze het moeilijk vonden, en dan moesten ze gaan kijken naar een tijdstip dat het dan hij de assistenten, dat hij die assistenten, dan assistenten en dan hij, had en dat het dan kon. Maar ik denk van, ja, maar kom op. Jij bent toch de tandarts? Dan kan je toch met elke assistent wat aan? Ja, misschien dat ik daar echt uh, te makkelijk over denk, hoor. Maar ja, ik op. was dus echt vette angstig geworden. Ja. Ik had echt, niet, weet niet veel hoeveel pijn ervan. Mm. En, uh, maar ja... Um, had pijn? Had, want ik ben gaan googelen. Mm. En toen had ze geen pijn meer? En toen zag ik, ja, dat het echt pijn kan doen als het doorkomt. Ja, ja. Als het die verkeerd gaat, ook dat kan echt wel zeer doen. Dat kan echt goed een paar dagen zeer doen. Toen was ik al enigszins gerustgesteld Want ik dacht gewoon, ja, hij heeft me wel een beetje angstig gemaakt met Tegen dat bot en die anderen. Ja. Ja, omdat het nog zo drie maanden ging duren. Maar als te achteraan gebeld, toen kon het binnen twee maanden. Ja. En, uh, en nu heb ik eigenlijk geen last meer. Ja. En ik hoop dat het dan gewoon zo blijft. Tot die twee anders maanden. ga ik een doorverwijzing vragen... en alsnog kijken waar er een plek is eerder. Ja, bij kaakchirurgen. Want er waren wel, wel kaakchirurgen waar je kon komen. Ja, maar hij is dus wel heel erg goed in zijn werk. Want die, die, ja, oh, hij heeft zoveel vijf ja. sterren Ja, dat kan ook echt niet anders. Als, ik maar... denk, en er, is, er zijn er misschien drie één ster van de week veel duizend Maar denk je zo? niet dat er uh, misschien een bepaalde maffia achter zit? Dat die, <lacht> <lacht> de review <-mafia> of zo. <laughs> dat als je een slechte review is... Dat je het nog al reageerd hebt of zo. Bedoel ja, je, ik bedoel, hoe kan... Hoe hoe kan je alles vijf sterren hebben? Hoe kan dat? Ja, ik vind het Van 100 superdacht. zoveel re re reacties, ja. dat kan toch bijna niet. Maar ja, ik heb heel het idee omdat jij angst hebt voor tandartsen, dat jij bepaalde <laughs> dingen in mijn hoofd plant. Nee, dus, nee, je is zijn... alleen maar uit op nee, nee, geld en het, dat soort nee, dingen. Nee, dat is een geintje. Nee, weet je wat het is? Ik, uh, dat is niet om mijn angst, maar omdat ik dan zie dat ik denk, ja, ik weet het gewoon niet. Is het Maar echt ik zo? zie ja. wel, ik zie wel dat het hele net praktijk is. Ja. Er zijn heel, ze doen echt wel goed hun werk, dat geloof ik ja. ook echt wel. Alleen ik vind het wel hij... vreemd dat je. Uh, dat het er binnen de noodvaart uit moest, die tand. En ja. dat je pas, ja, we hebben een volgende plekje zo over drie maanden. Ja, en ik had ook al aangegeven dat ik pijn had en uh, nou ja, alles, uh, alle mikbak. Maar. Kijk, ze hebben de vorige eruit uitgehaald. En ik lag er in de stoel. En het was een beetje uh, nou, prikkies gezet. En ik denk, nou, nu gaan ze beginnen. En toen was hij er al uit. Vind je het trouwens niet intiem dat iemand zo boven je hangt? En dat je dan. Dat nou, je ja, je dan, wil je maar een zoom geven? Of, uh, nou, is... ik heb dus laatst mijn ogen dicht gedaan bij de. Ja, snap ik wel. schoonmaken. Want. Ja, op een gegeven moment dacht ik. Het is eigenlijk ook gek, dat je dat door die bril twee van die ogen zo. Ja, dat ik. is, is de hele tijd zo. Okay. Nee, maar diegene die dan boven jou zit, dat die twee van die grote ja, ogen in die, die, die bril sowieso. ziet. Ja. Dus ik heb een gegeven moment mijn ogen dicht bij de Toen dacht ik, ja, nou, denk aan een lekker strand, dat je lekker ligt. ze niet gewoon een TV ophangen dat je gewoon. Die een, hebben een, ze de daar. Telefoon. Ja, maar ze hadden die niet aanstaan. Nee, uh, de die, de die andere mondhygienist... die had het natuurkanaal aanstaan. Dus dacht ik, ja. Dat is wel lekker. Nou, dat hoeft mij niet. En de vorige had Friends aangezet en dat vond ik wel echt leuk. Oh, Dat is wel ja. relaxed. Oh, serieus? Oh, nee? Dat is wel fijn. Oké, okay, nou dan snap ik de vijf sterren. Ja, al. het is wel echt een. Dus kun je luxe... favoriete Netflix-serie kan je gewoon uh, gaan bintchen. Ja, je kunt daar gewoon Friends kijken terwijl je gaatje gevuld werd. Dat was bij mij namelijk. Ja? Ja, oh, dat, <laughs> ja, ja, dat is wel grappig, hè? Want hij zei van, ja, weer Friends aan of nee, zo. Nee, nee, die was die vrouw. Die had gewoon Friends zelf aangezet. Nou, oh, chill. Ja. Nou, goed. Oké, okay. nou, maar goeie... goed. Maar uh, goed, om een lang verhaal kort uh, te maken, word ik opgelicht of niet? Nee. <laughs> Wil je dat even weten? Dankjewel, snackje van de week. Het snackje van de week is... Uh, het snackje van de week is... Het snackje van de week zal jouw tanders wel blij mee zijn... want het zijn ongebrandte, ongezouten en onbewerkte noten. Ja, je had mijn gezicht moeten zien toen we al in de uitleg... dat alles gefrituurd werd bij die kramen. Ja, ik dacht, liepen. schuiven ze dit niet in de oven? We liepen, we liepen over de markt en zeiden, ja... Uh, uh, cashewnoten. Cashewnoten, lekker gebrande cashewnoten. Dus ik keek eraan ik zeg, gefrituurde, bedoel je? Nee, die, zijn toch op, die worden toch in de oven geduid. Ik zeg, nou, heb jij een oven gezien bij die, uh, die kraam? <laughs> waar zie jij, waar zie, jij, zie jij een oven daar? Ja, ja, nou, die worden gewoon in de oven gedaan. Dus ik zeg zo, we lopen langs. Ik zeg, kijk, er zitten een paar frituurmandjes. Zie je nog verder een oven? Nee hoor. Oh ja, ik was echt gechoqueerd. Ja, ik heb nog altijd nagedacht ge, na dat het gebrand nee. was. Lekker gebrande noten. Kijk, natuurlijk had ze er nog een beetje olie op gooien. Ja, ga verder. Maar het is dus gewoon gefrituurd. Het is gefrituurd. Je hebt ook geroosterde noten. Die bestaan ook, maar dat hebben zij niet. Maar dit is dus Alwin's snack van de week. Ja. En ik zeg hierbij Alwin's, want ik vind het eigenlijk zo uit het vuistje eten gewoon niet lekker. Niet? Nee, ik vind het dan saai. Maar saai? Wij gooien de het door de yoghurt. Zo... Wij gooien het door de yoghurt. En dan vind ik het echt wel, echt wel een toevoeging. geeft een lekkere bite. Het geeft echt een lekkere bij, maar ook... Kijk, noten zijn gewoon... Ik vind het best wel romig of zo, noten. Ja, vooral uh, cashew, cashew is heel noten. romig. Daar wordt ja. ook uh, een soort van uh, vegan kaashuis en zo... maken ze daarvan, omdat het zo romig is. Oh ja. Ja. Mm -hmm. yeah. Dat doen ze dan in water en dan, dan wordt het een beetje ja, zompig. En dan, yeah. en dan krijg je zo'n romige substantie. That sounds amazing. Hé, hey, maar... Um, dus uh, ja, als je <laughs> denkt, wat een belachelijk saaie snack is dit... Nee, dit is geweldig. Gooi het even door je yoghurt. Want uh, het park. is hartstikke gezond ook, hè, vinden wij. Dus ja, ik zeg het altijd maar het bij, zegt, bij, vinden de, wij ja, iemand. Anders krijg je... Nee, noot, noot, nee noot. als je het al drie ongebrande cashews eet, ga je dood. Oh, oh, sorry. Schot, als wij het een keer gaan hebben over wat wij gezond vinden... dan worden we helemaal afgemaakt. Dus uh, <laughs> laten we wat maar niet doen. Maar Mag ik even nooten. een nootje? We gaan zo eten. Ja, maar ik wil gewoon even één noot. Eén nootje. Nou, staat er komende week nog wat op de planning bij je, meid? nog een nootje gaan eten. Maar ik jij. Um, nee. We hebben zo weinig op de planning staan, denk ik steeds. Gaan we wat leuks doen? Ja, waarschijnlijk wel, maar ik zou niet weten wat. Hmm. Maar we gaan zo misschien nog zien. Oh ja. En uh, ja, weet je wat ik gewoon ooit hoop? Dat we gewoon uh, zo comfortabel worden met autorijden. Dat we gewoon overal heen rijden. Dat, Dat we gewoon, gewoon denken van... Ah oh, ja, laten we gewoon even een natuurhuisje doen of zo. Ja, laten we gewoon naar de... Naar de uh, hoe heet het ook weer? Veluwe. Ja, of ik dacht in België, de Veluwe. Hoe heet het ook weer? Maastricht. Nee, de Veluwe in België. Hoe heet het idee? De Veluwe. Nee. Dat is niet de Veluwe in België. Het heet anders. Maar het godvaart, ze loopt ook door in, uh, in Frankrijk. Hoe heet dat nou? Maar Maastricht ligt ook niet in België natuurlijk. Nee, dat ligt in Nederland. Nee, hey, ik bedoel het natuurgebied in België. Ja, nou, ik ben echt gewoon helemaal... Uh... Ja, maakt dat dan wel ja, uit als je de naam weet. Waar die gozer van Bed Breakfast ook woonde. Die, de Alpen. Uh... <laughs> Tot volgende week.